Het is fijn om hier te zijn. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Wat ik eigenlijk wilde doen is kort met jullie over de afgelopen 5 jaar heen wandelen. Ik heb de afgelopen 5 jaar als Europarlementariër voor D66 eigenlijk aan 3 hoofdthema's gewerkt. Het buitenlandbeleid van de EU, het handelsbeleid en ook technologie. Maar omdat ik denk dat jullie vast heel veel specifieke vragen hebben en ik niet alleen maar wil zenden, dacht ik dat ik ongeveer de helft een inleiding geef en ongeveer de helft voor vragen openlaat. En het is eigenlijk wel toepasselijk. Ik kwam gisteravond laat terug uit Iran, waar zo vaak in speeches wordt aangehaald er inmiddels een behoorlijk afgesloten intranet is, het zogenaamde halal-internet, wat volledig wordt gemonitord door de staat en waar een heleboel niet mag. Mijn website was eigenlijk inmiddels wel weer bereikbaar. Heel grappig, want afgelopen december toen ik in Iran was, kreeg ik de standaard censuurpagina. En ik heb daar een aantal opmerkingen over gemaakt. Misschien heeft het geholpen. Maar het laat ook zien dat er actief wordt aangepast in wat wel en niet gecensureerd is. En meestal staat wat wel en niet mag op het internet, hoe mensen in de gaten worden gehouden of hoe informatie gecensureerd wordt, niet op zich. We moeten ons altijd blijven realiseren dat het gaat om mensen die gearresteerd kunnen worden om dingen die ze zeggen. En dat hebben we recent ook nog gezien met ogenschijnlijk hele onschuldige dingen. Iraanse jongeren hadden een filmpje gemaakt op de bekende video van Amerikaanse rapper Pharrell. Het liedje Happy, om te laten zien dat je ook in Iran eigenlijk best happy kon zijn. Maar er werd bij gedanst en gezongen en dat werd op internet gezet. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ook demonstraties waarbij vrouwen snel hun hoofddoek afdoen, daar een foto van maken en die op sociale media zetten, zijn bestraft met het afsluiten van Instagram en met arrestaties. Omdat die hele technologische ontwikkeling en de manier waarop ze worden gebruikt niet op zich staan, wilde ik graag een paar voorbeelden geven in hoe buitenlandbeleid en technologie elkaar raken. Ik merk, omdat ik in beide werelden wel eens rondloop, hoe ver ze eigenlijk nog uit elkaar liggen. Diplomaten, mensen die verantwoordelijk zijn voor het buitenlandsbeleid, zijn wat mij betreft onvoldoende op de hoogte van technologische mogelijkheden en ontwikkelingen. En vice versa, hoe je eigenlijk verandering teweeg kunt brengen door diplomatie of hoe in de praktijk regeringen in andere landen te werk gaan met behulp van in Europa gemaakte technologie, zijn vrees ik niet altijd bekend bij technici of ingenieurs die in een lab alleen maar proberen een mooie nieuwe uitvinding of ontwikkeling mogelijk te maken. Ik wil daarom weer terug naar 2009, ook in Iran, omdat daar mijn hele ontwikkeling op het gebied van wat we moeten doen aan Europees beleid, het snijvlak tussen buitenlandse zaken en technologie begon. Niet alleen werd ik zelf verkozen tot Europarlementariër in 2009, maar in Iran waren toen presidentsverkiezingen, waarvan een heleboel mensen de indruk hadden dat die niet eerlijk verliepen. En zij gingen de straat op in de inmiddels bekende groene beweging en vroegen: "Where is my vote?" En deze massale protesten kwamen eigenlijk vrij onverwacht in een staat die zo repressief is en die zo systematisch mensen onderdrukt. En het bleek dat door het bestaan van mobiele telefoons, het gebruik van sociale media, mensen zich toch hadden kunnen organiseren, met elkaar afspraken hadden kunnen maken over waar te gaan demonstreren. Maar ze hadden ook toegang tot informatie, omdat ze natuurlijk ook heel veel mogelijkheden kennen, zoals het gebruik van VPN's, et cetera, om toch ondanks de censuur wel online te gaan. En wat wij zagen vanuit hier, via sociale media, was eigenlijk precies wat daar op straat gebeurde. Dankzij het gebruik van mobiele telefoons werden er foto's gemaakt van hoe mensen in elkaar werden geslagen op demonstraties. Zelfs meisje Neda Aga Sultan werd voor het oog van de camera doodgeschoten door haar eigen regering. In die periode was er een enorme golf van hoop dat nieuwe technologie in de handen van jonge mensen met democratische dromen grote wereldwijde veranderingen teweeg zouden brengen. Maar heel snel bleek dat ook overheden, en zeker die in de Islamitische Republiek Iran, heel slim en systematisch gebruik maakten van technologische systemen. Zo wisten ze door GPS-signalen in de gaten te houden waar op de hoek van een straat 10, 20 mensen bij elkaar stonden. Even langsrijden met de politie en je voorkomt dat er een demonstratie is. We
hoorde van activisten die gevlucht waren naar het platteland nadat ze dreigden gearresteerd te worden. En die na 3 maanden terugkwamen, een mobiele telefoon of laptop aanzetten en die dag nog werden gearresteerd. We hoorden ook van mensen die gemarteld werden en zagen dat hun ondervragers al hun communicatie in handen hadden. Ook waarvan ze dachten dat het privé was. En in de Arabische opstanden in landen als Tunesië, Egypte, Syrië, maar ook recent in Oekraïne en Irak, zien we dat nieuwe technologie, sociale media, maar ook surveillance, spionage, censuur en hackingtechnologie een steeds grotere rol spelen. We ontdekten dat Tunesië eigenlijk een soort testlab was voor allerlei vernuftige middelen om mensen in de gaten te houden, de content van e-mails te veranderen tussen het op zenden drukken en ontvangen bij de ontvanger. In Egypte ontdekten activisten die een politiebureau binnendrongen dat er stapels uitdraaien van al hun online communicatie lagen. In Syrië werden mensen eerst uitgenodigd om sociale media te gebruiken. Het was lang verboden geweest en ook jonge mensen in Syrië vonden het leuk om op Facebook en andere sociale media dingen te delen. Maar al snel gebruikte de overheid juist die gedeelde informatie weer tegen mensen om netwerken activisten in kaart te brengen, ze op te sporen. En we weten wat er vaak met die mensen aan gruwelijkheden is gebeurd. In Oekraïne zijn er vragen over of inlichtingendiensten wel voldoende wisten of dat die signalen verstoord zijn. En we zien dat regeringen slim sociale media uitschakelen en informatieoorlogen voeren, ook via sociale media. De hele droom van het mogelijk maken van veranderingen van onderop, het krachtig maken van netwerken van mensen met behulp van technologie, is denk ik snel ingehaald door het beeld dat juist regeringen die hun macht willen consolideren, die hun grip willen behouden, heel effectief van vaak machtigere systemen gebruik maken om de controle te behouden. En je ziet daarin dat ze aan de ene kant macht meer moeten delen en te maken hebben met een wereldwijd web wat niet alleen maar meer onder hun nationale wetgeving valt, maar ook dat juist regeringen steeds afhankelijker worden van private partijen. En die private partijen hebben weer te maken met beslissingen die voorheen vaak alleen door regeringen werden genomen. Denk bijvoorbeeld aan als iemand controversiële content op YouTube plaatst, er ergens in een land in Azië, het Midden-Oosten, dodelijke demonstraties uitbreken en er druk komt op een bedrijf als Google om die content offline te halen. Wat is dan wijsheid? Maar de kwetsbaarheid die het oplevert voor regeringen om alleen maar afhankelijk te zijn van private partijen in het beschermen van kritieke infrastructuur en daarmee samenhangend nationale veiligheid, leidt tot hele andere vraagstukken dan die we, laten we zeggen, 30 of 50 jaar geleden hadden. De rol van bedrijven is in de landen die ik noemde, Iran, Egypte, Syrië, ook heel duidelijk naar voren gekomen. Ik denk dat een van de eerste Europese bedrijven die in beeld kwam na de demonstraties in Iran in 2009 Nokia Siemens Networks was. Zij hadden een mobiel netwerk verkocht aan Iran en daaroverheen, wat vrij standaard is en was, een monitoringmogelijkheid geleverd. En juist daarmee zijn zoveel activisten opgespoord en het bedrijf kreeg reputatieschade. In Egypte, waar tijdens de hevige demonstraties tegen Mubarak het internet een aantal dagen werd uitgeschakeld, zijn juist Europese telecombedrijven als Vodafone en Orange actief. En als je dan praat met die bedrijven, dan blijkt dat ze de mogelijkheid om bijvoorbeeld contact te leggen met politici om te kijken of ze ook nee hadden kunnen zeggen tegen bepaalde orders eigenlijk helemaal niet bestaan. In Syrië werd door het Italiaanse bedrijf Aria SPA een volledig monitoringcentrum gebouwd voor het regime van Assad. En we hebben het dan niet alleen maar over het versturen van een systeem wat daar wordt geïnstalleerd, maar er zijn ook consultants die daar actief zijn om mensen te trainen om heel effectief van deze technologie gebruik te maken. Sommige van deze bedrijven zijn bekend. Nokia, Siemens zijn namen die mensen op straat uit hun keuken of van hun mobiele telefoon kennen. En dat soort bedrijven hebben dan ook een reputatie te verliezen.
Waar de grote meerderheid van bedrijven die doen aan het ontwikkelen van spionagesystemen, hackingtechnologie, hebben misschien wel helemaal geen reputatie te verliezen in het publiek. En zijn misschien zelfs gebaat bij te boek staan als heel agressief, gevaarlijk en geheim bij sommigen. De geschatte markt van dit soort technologieën heeft een waarde van ongeveer 5 miljard euro in Europa en de Verenigde Staten. En we zien dat die markt razendsnel groeit en dat nieuwe technologieën steeds sneller, kleiner en goedkoper worden. En waar het toe leidt dat deze markt vrijwel volledig ongereguleerd is, is dat er een steeds groter contrast begint te ontstaan tussen officieel beleid, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. Kijk nog maar eens naar de Verenigde Staten en minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Zij had als een van de speerpunten internetvrijheid op haar beleidsagenda. Nou, tegelijkertijd weten we nu, was de NSA met allerlei zaken bezig die volledig, volledig in strijd zijn met het beleid op het gebied van internetvrijheid. Maar het zou te beperkt zijn om ons alleen te richten op de impact die de ongereguleerde markt van deze technologieën heeft op mensenrechten. Het is ook niet zo verstandig, omdat een heleboel mensen vinden dat mensenrechten een soort sluitpost is en niet de kern van de zaak. Hoewel ik denk dat het wel de kern van de zaak is, moeten we ons ook richten op strategische belangen die in het gedrang komen op het moment dat we alles maar exporteren naar welk land dan ook ter wereld. En zeker ook de economische belangen. Technologie waarmee je activisten kunt opsporen kun je even makkelijk gebruiken om eens te kijken wat Europese bedrijven in het buitenland precies in hun systemen hebben staan, et cetera, et cetera. En bedrijfsspionage is behalve gewone spionage ook een grote zorg. Dan is er het risico of het gegeven dat er proliferatie is van dit soort indringende systemen. In Amerika zei James Clapper dat alleen al lawful intercept technologie, dus technologie die voor wettelijk toegestane interceptie gebruikt wordt, als een boemerang is teruggekomen en de Verenigde Staten in haar belangen heeft geschaad. Het Canadese Citizen Lab onderzoeksinstituut heeft onderzocht dat 1 transactie van technologie die verkocht is in 25 landen is teruggevonden. Op dit moment is er, omdat er zo weinig regelgeving is, ook heel weinig formeel bekend. En zijn we dus afhankelijk van onderzoeksjournalisten en maatschappelijke organisaties of academici in het aan het licht brengen van de impact van veel van deze technologie. En ik vind dat een te groot risico en vind dat we daar wat aan moeten doen. Maar waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom wordt er niet gewoon snel regelgeving gemaakt om te zorgen voor democratische controle, voor rechtelijke toetsingen? Ik denk dat het komt omdat de rol van staten zelf nogal tweeledig is of soms dubieus is. We weten dat staten of inlichtingendiensten zelf bijvoorbeeld ook zero-day exploits kopen om zich toegang te verschaffen tot systemen waar ze anders geen toegang toe hebben. Er wordt samengewerkt met bedrijven die indringende technologie ontwikkelen, bijvoorbeeld door inlichtingendiensten. En zoals ik al zei, overheden en staten zijn steeds meer afhankelijk van private partijen voor het beschermen van kritieke infrastructuur of het ontwikkelen van maatregelen ten aanzien van cybersecurity. En ik vind, ik herhaal het nog maar eens, het gebrek aan democratische controle en rechtelijke toetsingen onverantwoord en het moet aangepast worden. Ik zal een voorbeeld noemen van wat we zelf in Nederland hebben gezien. Op het moment dat voormalig minister van Buitenlandse Zaken, minister Rosenthal, een internetvrijheidsagenda voerde, was ik benieuwd of hij een garantie kon geven dat er geen internetvrijheid geschaad werd met behulp van in Nederland gemaakte technologieën en systemen. Belangrijk om te weten hoe geloofwaardig en effectief je bent in je buitenlandbeleid. Dus mijn collega's in de Tweede Kamer stelden hier kamervragen over en het antwoord was nee. De minister kan dit soort garanties niet geven. Er is veel onbekend. Er is een heel groot gebrek aan transparantie. Dat brengt heel veel risico's met zich mee. En de vraag is, wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Dus ik heb de afgelopen jaren gewerkt aan beleid om dit gat tussen woord en daad, zou je kunnen zeggen. Het gat wat ontstaat tussen door de snelle ontwikkeling van technologie en het achterblijven van regelgeving te dichten. En je kunt het op een aantal manieren doen. Het is niet heel eenvoudig. Anders was er misschien wel meer gebeurd.
Maar ik noem een aantal voorbeelden van hoe je met wet en regelgeving kunt zorgen dat de ongeoorloofde risico's toch wat ingeperkt worden. Een van de mogelijkheden om te kijken naar wat er wordt verhandeld is het handelsbeleid. Het is niet voor het eerst dat er moet worden gekeken naar of bepaalde technologieën risico met zich meebrengen. Daarom hebben we gekeken naar de zogenaamde dual-use verordening, of in het Nederlands producten voor tweeërlei gebruik. Nou, dit wordt nu allemaal een beetje veel jargon, maar dat betekent eigenlijk kort dat je bepaalde technologie hebt die in de ene context neutraal of voor iets prima's gebruikt worden, maar in een andere context, bijvoorbeeld in een nucleaire fabriek, risico met zich mee kunnen brengen. Dus de gedachte was, misschien moeten we surveillance technologie, hacking technologie ook daarbij onderbrengen. Maar je kunt ook kijken naar een lijst met producten waarvoor bedrijven eerst een licentie moeten aanvragen voordat ze een transactie kunnen laten doorgaan. Puur omdat we dan weten welke transacties er plaatsvinden en kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is. Omdat de situatie in derde landen vaak razendsnel verandert, heb je die mogelijkheid nodig. En je kunt niet alleen kijken naar welke technologieën je in handen hebt of welke technologieën worden verhandeld, maar je moet ook kijken naar waar ze terechtkomen en wat die context precies betekent. En er zijn mensen, ongetwijfeld ook in deze zaal, die vinden dat elke regelgeving op het gebied van technologie een inbreuk is in de vrijheid van meningsuiting. Het is dan ook daarom dat ik me vooral heb gericht op de transacties, dus de economische transactie waar we in eerste instantie op letten. Daarmee maak je al snel een onderscheid tussen grootschalige verkoop aan bijvoorbeeld staten of staatsbedrijven in derde landen en bijvoorbeeld onderzoekers die in een lab gewoon kijken naar de impact van bepaalde technologie. Overigens is er al een voorbeeld van hoe ook academisch onderzoek op het gebied van biochemische wapens niet gepubliceerd mocht worden in het publieke belang. Dus we kennen ook andere voorbeelden waarbij wordt gezegd, dit soort speech, dit soort expressie kan dusdanige gevolgen hebben voor de veiligheid dat we dat niet toestaan. Behalve handel en het kijken naar economische transacties, dus het aanmerken van bepaalde technologieën als risicovol of het opleggen van een licentieverplichting, is gekeken naar hoe je embargo's als die in werking treden, dus de export van wapens, traangas, tanks, etc. beperken, ook kunnen worden toegepast voor dit soort technologieën. En dat is gebeurd door de zogenaamde Wassenaar Arrangement recent up-to-daten met technologie die voor onderdrukking en indringing kan worden gebruikt. Ik denk dat het op zich een goede ontwikkeling is. Het is nog niet volmaakt zoals het nu in de Wassenaar Arrangement staat. En we moeten niet vergeten dat een embargo, ook op het gebied van wapens, vaak pas in het uiterste geval in werking treedt. Dus op het moment dat er op straat mensen uit elkaar geslagen worden, of dat er een hevige confrontatie is tussen bevolking en regering. En ik denk dat als het gaat om infiltratietechnologie, surveillance technologie, dat er een veel bredere noodzaak is om te kijken waar dat heen gaat en we niet alleen maar hoeven wachten tot de tanks door de straat rijden. We moeten ook beter gaan kijken naar welke standaarden wettelijk verplicht zijn in de Europese Unie. Het is nu wettelijk verplicht om een lawful intercept mogelijkheid te bieden in mobiele netwerken. Want politie moet tenslotte in staat zijn om een tap te plaatsen als daarvoor rechtelijk toestemming is gegeven. Maar op het moment dat je die systemen volgens Europese standaarden geproduceerd, uitgaande van een rechtsstaat, gaat exporteren naar landen waar die rechtsstaat niet bestaat, waar we formeel ook zeggen dat we willen dat die rechtsstaat gaat ontstaan, dat we daar geld aan uitgeven als Europese Unie in beleid, advies aangeven, dan is dat een te groot contrast. Je moet kijken naar de context waarin technologie wordt gebruikt. Zeker als er rechtelijke toetsing wordt verondersteld en dat daarop die standaarden gebaseerd zijn, is het onverantwoord om te zeggen, maar goed, als het in een ander land gebruikt wordt, even prima. We weten dat die technische achterdeur in heel veel landen permanent open staat voor inlichtingendiensten, politie, justitie, via staatsbedrijven of überhaupt. Dan kun je nog kijken naar hoe je technische oplossingen kunt stimuleren. Ik spreek wel eens over human rights by design, wat verder zou moeten gaan dan alleen maar privacy by design. Je kunt dat soort onderzoek stimuleren. Je kunt bijvoorbeeld ook toetsingen doen, eerder in de tijd, voordat bepaalde technologieën de markt op gaan, om niet alleen te kijken naar wat het businessmodel zou kunnen zijn, maar ook naar wat
de impact op mensenrechten, strategische belangen en economische belangen thuis en in derde landen zou kunnen zijn. En op dezelfde wijze kun je natuurlijk nalatigheid van bedrijven bestraffen. Al met al vind ik dat er veel meer in het publieke belang moet worden gedacht en over grenzen heen moet worden gekeken als het gaat om een inschatting maken en een adequaat antwoord geven op wat er technologisch mogelijk is. En wat mij betreft is het logisch dat we dat Europees doen. Het wereldwijde web, het internet is al ontzettend met elkaar verbonden over vrijwel de hele wereld. En als een land als Nederland dat alleen gaat doen, zet het weinig zoden aan de dijk. Bovendien hebben we in Europa een interne markt en is het belangrijk voor bedrijven om ook daarbinnen, als het gaat om dit soort maatregelen, een gelijk speelveld te kennen. Nu is het bijvoorbeeld zo dat als er wordt gekeken naar exportcontrole, dus als er bijvoorbeeld een bepaalde technologie of een bepaald product niet geëxporteerd mag worden, dat die afspraak Europees wordt gemaakt, maar de controle nog steeds nationaal gebeurt. En dat leidt tot verschillen. Het ene land kijkt door de ene lens, het andere land door de andere. Bovendien is het zo dat de ministeries die dit soort controles moeten uitvoeren vaak hele nauwe banden hebben met bedrijven die in hun eigen land gevestigd zijn. Dat is ook niet gek, daar gaan ze mee op handelsmissies. Maar het is misschien niet zo makkelijk om, als je de ene week op handelsmissie gaat met de trotse bedrijven van je land, je de volgende week moet zeggen in Brussel, goh, wij hebben een probleem geconstateerd. Dus een onafhankelijkere scheidsrechter zal daarin bijdragen. Maar ook moeten we Europees gezien internationaal veel scherper zijn op hoe we op fora van internet governance of in internationale afspraken bij de Verenigde Naties of elders zorgen dat Europese waarden, Europese belangen zoveel mogelijk ook worden opgenomen in internationale afspraken. Ik denk dat er een enorme agenda is waarbij veel landen proberen in die internationale fora een soort mandaat te krijgen om nationale veiligheid te gebruiken, om hun internet te nationaliseren, om mensen te onderdrukken. En we daar heel erg scherp op moeten zijn. En het moet ook veel proactiever. Omdat technologie zo snel ontwikkelt en omdat beleid zo vaak achterblijft, hebben we al een enorme gat te dichten. En de vraag is nog maar zeer of dat eigenlijk wel mogelijk is. En nogmaals, de risico's die daarmee gemoeid gaan zijn, vind ik van nogal groot formaat. Maar we moeten ook eens kijken naar landen die nu niet op de voorpagina's van de kranten zijn. Tuurlijk, we weten hoe erg het is in Iran, we weten hoe erg het is in Syrië en we kunnen ons allemaal iets voorstellen bij de manier waarop technologie daar wordt ingezet en dat dat misschien niet zo'n goed idee is. Maar laten we eens denken aan een nieuw land als Zuid-Soedan. Hoeveel bloggers hebben daar de kans gekregen om vrij hun mening te geven? Wat voor systemen zijn daar al aangelegd, nog voor het grootste deel van de bevolking überhaupt online kan? Bovendien moeten we niet vergeten dat we wel eens, ik krijg wel eens de indruk dat regeringen, als je bijvoorbeeld over terughacken en dat soort plannen hoort, denken dat we in Nederland, in Europa, in de Verenigde Staten, in het Westen altijd voorop zullen blijven lopen. Dat we altijd het slimste, het snelste en het meest controle over onze eigen systemen zullen houden. En dat is natuurlijk een illusie. Kortom, we moeten heel veel doen. En om politiek slim beleid te maken, is kennis over technologie nodig. Maar om te weten wat de impact van technologie is en hoe beslissingen die ook betrekking hebben op het werk van programmeurs en ingenieurs er precies uitziet, is het ook handig om te weten hoe politieke beslissingen tot stand komen. Niet alleen hier, maar ook over de grenzen. Dus ik wil me in elk geval mijn komende mandaat, behalve op beleid, ook gaan toeleggen op het bij elkaar brengen van mensen die in buitenlandse zaken werken en die aan technologie werken. Omdat ik denk dat dat de enige manier is waarop we slimmer beleid en relevanter beleid kunnen maken. En ik denk wel dat dat nodig is. Ik ben een liberaal, dus ik hou er zeker niet van om regels aan te nemen als het niet nodig is. Sterker nog, hoe minder regels die onnodig zijn, hoe beter. Maar ik zie een onverantwoord vacuüm wat nu bestaat en wat gedicht moet worden. En ik hoop dat we daaraan kunnen werken, zodat mensen van Nederland tot Iran een wat vrijer leven hebben, ook als ze online gaan. Bedankt. Zijn er eigenlijk microfoons of moet het gewoon met... Ja, ik hoor je heel goed, dat gaat goed. Kijk jij daar?
Ik herhaal de vraag even voor het geval die niet voor iedereen duidelijk was. Er is in Nederland zoiets als commissie stiekem, hoe kijk je daar tegenaan, was de vraag. Het is belangrijk dat er democratische controle is op inlichtingendiensten, maar de vraag is of die goed genoeg is geweest. En dat we dat in Nederland hebben is al iets anders dan in veel andere landen waar zo'n soort controle niet bestaat. Maar je moet ook oppassen dat het niet een soort schijncontrole is. Ik bedoel, hoeveel toegang tot informatie hebben we over wat er daadwerkelijk gebeurt? Ja. Nee, ik ben het erover eens. Ik weet niet of de vraag gehoord is. Is het niet een schijncontrole, was de vraag. Want de commissie stiekem zegt al jaren dat ze eigenlijk geen toegang tot informatie hebben. Dus dat ze hun functie niet goed kunnen uitvoeren. En natuurlijk maak ik me daar zorgen over. D66 heeft gevraagd om een parlementair onderzoek naar de rol van de Nederlandse inlichtingendiensten. Rondom wat we gehoord hebben uit de onthullingen over de NSA. Ik merk zelf, mijn werk richt zich vooral op buitenlandbeleid en internationale handel. Maar het verlies aan geloofwaardigheid voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten, maar eigenlijk toch ook wel open samenlevingen, democratieën op dit gebied is gigantisch. Het plezier waarmee bijvoorbeeld in Iran werd gezegd, goh, wij zeiden 35 jaar geleden al dat de Amerikaanse ambassade een spionnennest was. Wij liepen voor om het te sluiten. Moet je eens kijken. De rest van de wereld komt er nu pas achter. Het aanspreken van landen als China, noem maar eens wat, op massa-surveillance, het in de gaten houden van mensen, is gewoon nauwelijks geloofwaardig meer. Het was ook heel lastig voor de Verenigde Staten toen een telefoongesprek met Victoria Nuland werd gelekt. Waarschijnlijk door Russische zijde, waarin zij iets onaardigs over de Europese Unie zei. Misschien moeten jullie zelf even opzoeken. Ik hou het netjes, denk ik, anders word ik straks door de video verkeerd geciteerd. In elk geval, het is lastig om dan te zeggen van, goh, dat hoort niet, jongens. Telefoongesprekken afluisteren en dat soort zaken. Dus de geloofwaardigheid en de wereldwijde impact staan onder gigantische druk. En ik denk daarom ook dat we niet alleen moeten kijken naar de rol van inlichtingendiensten, niet alleen moeten kijken naar de rol van technologie, maar dat we echt een fundamentele discussie nodig hebben over wat het betekent om een democratie te zijn in de huidige tijd. En verder nog, ik pleit voor het verankeren van democratische waarden in bijvoorbeeld afspraken over internet governance. Op dit moment zijn die afspraken internationaal nog heel zacht, zou je kunnen zeggen. Er zijn niet heel veel harde middelen om ze na te leven. En ondertussen gaan landen natuurlijk gewoon door met onder het mom van cyberveiligheid, mensen onderdrukken, et cetera. Maar ik vermoed dat we toch toegaan naar normen waar zowel bedrijven als landen, als maatschappelijke organisaties en anderen zich bij kunnen aansluiten. En ik pleit er sterk voor dat dat democratische principes zijn. Dus niet alleen de stem van de meerderheid, checks en balances, niet zomaar aannemen dat iemand schuldig is of een te wijd net uitgooien om één verdachte op te sporen. Er zijn een heleboel zaken die we veel scherper moeten afspreken, want ook hier vind ik dat de risico's die we nemen door dat niet te doen ongeoorloofd zijn en ik twijfel er niet aan dat die als een boemerang terug zullen komen. Bijvoorbeeld het verzwakken van encryptieprotocollen door de NSA. Zou Amerika daar nou echt veiliger door zijn geworden? Ik vraag het aan jullie. Jullie zijn technisch veel meer geschoold dan ik. Maar ik denk dat dat een onwaarschijnlijk risico is, waar maar heel weinig mensen iets over hebben kunnen zeggen. En waarbij de geest uit de fles is. Die krijg je nooit meer terug. Van meer IT-technologie op exportcontrole.
Dus ook al het voorbeeld wat je gaf, dat je middelen die ontwikkeld zijn, dat je terugvindt in verschillende landen, is volgens mij niet speciaal een reden om te zeggen dat als we dat weten te verbieden of te controleren, dat het dan nog maar een klein beetje helpt. Nee, het argument is, of de vraag is, goh, helpt het eigenlijk wel om IT-producten op exportcontrolelijsten te plaatsen? Want in andere landen kunnen mensen ook van alles zelf ontwikkelen. En het is heel makkelijk eigenlijk om die producten te delen en te ontwikkelen. Ik ben de laatste die zal denken dat dit waterdicht zal worden. Maar met bijna alles, waar alle afspraken, en ik zal zo een paar voorbeelden noemen, waarbij de drempel van morele toetsing of mensenrechten toetsing omhoog is gegaan, is ergens begonnen. De EU exporteert expliciet geen gif waarmee de doodstraf kan worden uitgevoerd. Geen martelwerktuigen, denk je, ja, logisch. Maar dat moet dus wel afgesproken worden. Betekent dat er daarmee nergens meer de doodstraf wordt gegeven met behulp van dodelijke injectie? Nee. Maar betekent dat we proberen dat niet met Europese geneesmiddelen of chemicaliën te doen? Ja. Dus ik denk dat het tijd is om ten eerste inzicht te krijgen in die markt. En dat hebben we nu niet, laten we eerlijk wezen. Bijna niemand weet precies wat er gebeurt. We kennen van de NGO Privacy International een lijst waar een heleboel, meer dan 1000 bedrijven op staan. Veel van hun marketingmaterialen en dat soort zaken. Maar een heleboel weten we niet. En ik denk dat het een goed begin is om te zeggen, bepaalde technologieën kunnen potentieel zo'n indringende impact hebben dat je een licentie nodig hebt om te mogen verhandelen. Want dan kun je namelijk een analyse die een bedrijf niet per se hoeft te doen, maar ook een overheid kan doen van hoe de situatie in een land is, leggen naast de kwalificaties van die producten. Denk ik dat als we vanuit Europa minder van dit soort technologie exporteren, de markt wordt overgenomen door anderen? Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat we moeten beginnen om een norm te stellen. En om te leiden door het goede voorbeeld te geven. We onderscheiden ons ook in waar we voor staan niet voor niks van een aantal andere landen. En dat moet wel betekenis krijgen. En die betekenis ontbreekt nog wel eens momenteel. Even kijken hoor. Vrije software heeft zoveel toepassingen dat je daar denk ik heel voorzichtig mee moet zijn om iets aan regelgeving op te leggen. Daarom wil ik beginnen bij dit soort economisch vrij grote transacties. Omdat je dan je vooral richt op de handelskant. En omdat dat ook nogal een onderscheid maakt tussen wie er eigenlijk kopers zijn in die markt. Ik bedoel, echt niet iedereen kan voor een paar miljoen, soms meer, een paar honderd miljoen, systemen kopen. Dus we maken al een enorme schifting in de markt. Er zijn vaak overheden en overheidsinstellingen in die markt. En ik denk ook dat op het moment dat we gaan kijken naar export, de discussie ook zal gaan over wat we eigenlijk nationaal doen. Ik denk dat bijvoorbeeld als je nou kijkt naar marktwerking en hoe bepaalde technologie wordt gestimuleerd of kan worden ontmoedigd, dat die zero-day exploit-markt een hele interessante is als voorbeeld. We zijn een beperkt aantal mensen die dusdanige skills hebben om dat soort exploits te ontwikkelen of maken of ontdekken, hoe je het wil noemen. Als je de prikkel voor bedrijven van makers van software die we bijvoorbeeld dagelijks gebruiken of die heel veel mensen over de hele wereld dagelijks gebruiken, zo groot maakt om die mensen binnen te halen of om die kennis binnen te ontwikkelen en om het gat tussen kwetsbaarheid en het dichten daarvan te verkleinen, dan stuur je eigenlijk de markt door regelgeving de juiste kant op. Terwijl momenteel zijn er nauwelijks regels.
En wordt eigenlijk de prijs voor COD's opgedreven ook doordat er overheden op actief zijn? En is er nauwelijks een belang voor regelgeving omdat overheden zelf ook kopers zijn? Dat soort mechanismen vind ik onverantwoord en moeten denk ik eens onder de loep komen. Ik bedoel, hoe vaak zien jullie in een krant of in een televisieprogramma hier een discussie over? In de Tweede Kamer bijvoorbeeld of in het Europees Parlement? Ik bedoel, ik denk niet dat we nu alle informatie hebben om de juiste beslissingen te nemen. En daar moeten ook gewoon goede discussies over zijn. Maar die discussies zijn er nog niet eens. En ondertussen gebeurt het onder onze ogen. En daar heb ik grote moeite mee. Ik vind het echt onverantwoord. En ik vind ook dat we genoeg voorbeelden hebben gezien waaruit blijkt dat het onverantwoord is. De gevolgen gigantisch zijn, thuis of in derde landen. En ik ben ervan overtuigd dat we nog veel meer incidenten zullen zien die aan het licht zullen komen door nalatigheid, door aanvallen, door lekken van mensen of door journalistiek. Waardoor we zullen denken, mijn hemel, hoe heeft dit kunnen gebeuren zonder dat we daar naar gekeken hebben? Dus ik denk dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben om slim beleid te maken. Niet de hele boel dichtsmeren met domme regels. Daar ben ik echt de laatste in die daarvoor pleit. Maar momenteel zien we eigenlijk een beetje het tegenovergestelde. En hoor je ook heel veel mensen met een heel duidelijk belang zeggen, ja, we moeten technologie niet overreguleren. Nee, dat snap ik. Maar we moeten ons ook realiseren wat de status quo betekent. Ja. De vraag is, zal de markt zich niet verplaatsen naar landen waar het misschien nog veel minder goed is gesteld met toezicht, mensenrechten, et cetera? Ja, dat is inderdaad een risico. Maar momenteel voeden wij ook een markt zonder dat we daar iets van controle of transparantie over hebben. Dus het is een beetje een kip of het ei verhaal, vind ik, aan het worden. Moeten we hier dan niks doen omdat het anders misschien erger wordt? Of moeten we gewoon zelf marktleider worden in de meest indringende, blijven in de meest indringende systemen en zeggen, ja, beter wij dan China of zo? Ik bedoel, ik denk dat een heleboel normen waar we nu veel waarde aan hechten, universele mensenrechten, afschaffen van de doodstraf, keuzevrijheid ten aanzien van abortus, euthanasie, het homohuwelijk, ik noem maar wat zaken die echt vrij controversieel waren en die in een heleboel landen nog niet vanzelfsprekend zijn en zelfs nog elke dag bevochten moeten worden, ergens zijn begonnen. En ook als je kijkt naar de markt. Ik bedoel, we hebben al afspraken in Europa dat we bijvoorbeeld geen producten uit werkkampen willen. Kan je zeggen, ja, dan kunnen ze nog steeds aan andere landen verkopen. Ja, klopt. Maar het is ook goed dat wij dat niet willen, denk ik. Dus je moet denk ik ergens beginnen. En ondertussen, daarom benoem ik ook zeker de internationale component, streven naar wereldwijde normen. Waar dus ook die andere landen zich aan moeten houden. Maar het is in elk geval zo dat wij nu geen richting geven aan een moreel hogere standaard door niks te doen. Dus het is ook heel moeilijk om dan tegen andere landen te zeggen, we hebben het gezien in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten wilden geen telecomnetwerken importeren uit China vanwege backdoors. Oh, interessant. Dus ik bedoel, je moet, vind ik, en ik vind dat dat de taak is aan democratie, en ik wil ook echt heel graag dat Europa in het huidige gat eigenlijk stapt, moet ergens beginnen. En dat heeft soms een prijs, maar niet alles heeft een economische prijs, om het zo maar te zeggen. Er is ook nog zoiets als waarde. En daar kijken we veel te weinig naar op dit moment, wat mij betreft. De vraag was rondom de wet inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten. Zijn er landen die het heel goed doen? Hebben we een best practice? Nou, helaas ben ik er niet van op de hoogte. Want het probleem is niet alleen wat de wetten
al dan niet toestaan of controleren of beschermen. Maar het is juist vaak zo, kijk maar naar de Verenigde Staten, dat sommige wetten totaal niet worden gerespecteerd. En daar is echt heel erg de vraag, hoe grijp je dat terug? Hoe heeft het in hemelsnaam zover kunnen komen dat gewoon geheime rechtbanken toestemming geven tot zeer indringende methode, waar niemand meer de controle op heeft. En waar ook niemand kan kijken wat er precies gebeurd is achteraf gezien, omdat stukken de hele tijd als geheim worden aangemerkt. En het is een beetje onder het mom van het doel heiligt de middelen. Hè? De belofte in Amerika is een beetje geworden na 11 september... dat we streven naar 100% veiligheid. Terwijl dat een belofte is die een regering niet kan doen. Ook Amerika niet. Maar op het moment dat dat je uitgangspunt is, en dat is dus op de een of andere manier gelukt in de Verenigde Staten, is daardoor een heleboel mogelijk. Is er opeens een heleboel toegestaan, want anders geen veiligheid. En ik heb gesproken met mensen die bij bedrijven hebben gewerkt die daar heel actief in waren. En die zeiden ook echt, ja, het idee was echt, vang zoveel mogelijk informatie, bekijk zoveel mogelijk. Want dan zit misschien die verdachte er ook wel tussen. Ja, wij kunnen hier ook buiten gaan staan en gewoon iedereen gaan arresteren. Want ook een paar voortvluchtigen zul je dan op een gegeven moment wel tegenkomen. Alleen we vinden dat niet proportioneel. En dat is ook een waarde in de democratie. Dat er proportionaliteit moet zijn, dat er controle moet zijn. Dat er een redelijke grond moet zijn waarop iemand verdacht is. Dus je bent onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Al dat soort principes zijn veel te veel vertroebeld. En dat heeft denk ik kunnen gebeuren onder andere doordat de controle ontbrak. En soms ontbreken de wetten. Daarom pleit ik voor het vullen van het vacuüm met slimme regelgeving. Die bestaat op allerlei zaken in het belang van publieke gezondheid, publieke veiligheid. Alleen al wat voor wet en regelgeving rondom dit flesje water bestaat. De inhoud, de verpakking, de etiketering is niet te vergelijken met het gat wat er op andere gebieden bestaat. Dus wat dat betreft is het slechts een kwestie van het optrekken naar een soort normaal niveau, wat nog niet is gelukt omdat technologie zo snel ontwikkeld en regelgeving zoveel is achtergebleven. Maar we moeten ook terug naar de principes. Ik denk dat we voor een heel aantal zaken helemaal geen nieuwe wetgeving nodig hebben, maar moeten kijken naar of de wetgeving die we hebben wel wordt toegepast. En wat de gevolgen zijn als het niet zo is. Even kijken, nog heel veel vragen. Wacht even hoor, want ik moet bijna gaan. Laat ik nog drie vragen zo samen en dan probeer ik daar nog een laatste soort antwoord op te geven. Meneer. De vraag is in hoeverre zou een lijst, maar dat zal ik straks even verhelderen met landen. Ja, maar zo werkt niet helemaal, maar daar kom ik dan zo op terug. Dus in hoeverre zou een lijst met landen waarnaar je wel of niet mag exporteren, niet zelf als politiek wapen, politiek middel, buitenlands strategisch wapen worden ingezet? Dat heb je altijd. Maar momenteel is het zo, en dat is misschien nog goed om even bij stil te staan, dat we niet een landenlijst hebben. Dus de Wassenaar Arrangement is een soort lijst van technologieën, producten die niet meer mogen worden geëxporteerd op het moment dat er een wapenembargo in werking treedt. Dus dat is nog een politieke beslissing ten aanzien van welk land. Dus er is niet een standaard lijst van landen. Er is een standaard lijst van technologieën, zou je kunnen zeggen in dit geval. En ik denk dat je slimmer moet kijken naar de combinatie van beide. Want dat bijvoorbeeld, we kunnen kritiek hebben ook wat er in Nederland gebeurt, maar bijvoorbeeld lawful intercept op onze telecomnetwerken heeft hier een hele andere connotatie dan in Democratische Republiek Congo, om maar een voorbeeld te noemen. Dus ik wil graag een combinatie van die twee en ook de veranderende context meenemen. Ik bedoel, er wordt dagelijks door diplomaten landenanalyses gemaakt. Goh, is de media nog vrij? Zijn NGO's nog vrij? Is er mogelijkheid voor politieke oppositie? Hoe gaat het met de rechtsstaat? Die analyses hebben we al, maar die liggen op een apart stapeltje, om het zo maar te zeggen. En er wordt misschien niet echt gekeken naar telecomwaakhonden of telecom en technologie specifiek, omdat het een wat nieuwer iets is. We hebben een soort standaardlijstje mensenrechten, rechtsstaat, minderheden,
democratie, dat soort variabelen worden dan bekeken. Maar voeg daar dan ook bijvoorbeeld de vrijheid op het internet, al dan niet afgeluisterd worden, et cetera, wetgeving, maar ook praktijk aan toe. En kijk dan wat voor orders er komen uit die landen. Zo bedoel ik het meer. En zo werkt het ook meer in de huidige Wassenaar-context, maar die is nog veel te beperkt wat mij betreft, omdat die alleen in het uiterste geval, namelijk als er een embargo komt, in werking treedt. Maar ja, dat zijn altijd politieke beslissingen. Een beetje een andere vraag dan misschien de rest van het publiek interessant is. De vraag is, blijkbaar bent u vaker in Iran geweest. Wat is het doel van uw bezoek en wat heeft u tot nu toe bereikt? Laten we daar nog een keer een hele middag over gaan zitten. Dat lijkt me heel erg leuk. Heel kort, want daar valt echt heel veel over te zeggen. Ik zit in de Iran-delegatie van het Europese parlement. De bedoeling is om met Iran en met name met het parlement te spreken over thema's op onze beide agenda's. Soms overlappen die, heel vaak niet. In december zijn we voor het eerst gegaan. Daarvoor is het 3 keer niet mogelijk geweest. Het was voor het eerst in 7 jaar dat we met die Iran-delegatie konden reizen. We hebben daar met officials gesproken. Dat gaat buitengewoon stroef, omdat we ook een hele andere kijk op de wereld hebben. En bijvoorbeeld het gegeven van mensenrechten niet wordt geaccepteerd eigenlijk, hè, in de Islamitische Republiek. Maar we hebben toen bijvoorbeeld ook afgesproken met de mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh. Zij heeft de belangrijke prijs van het Europees Parlement gewonnen. Ik had haar daarvoor genomineerd. En wat is de impact van zo'n ontmoeting bijvoorbeeld? Dat er wekenlang discussie is in de Iraanse media over of dat nou goed of slecht was, die afspraak. En er dus wel een gesprek over mensenrechten en de rol van critici op het systeem loskomt. En wij ook laten zien dat dat voor ons een belangrijk thema is. Dus we proberen binnen de hele beperkte mogelijkheden die er zijn toch een gesprek te voeren over dingen die wij belangrijk vinden. En je ziet ook dat zelfs de Verenigde Staten momenteel met Iran willen praten over de aanpak van jihadistische terroristische groeperingen zoals ISIS in Irak en Syrië. Ik geloof zelf dat een gesprek, hoe moeilijk ook, altijd beter is dan geen gesprek. Omdat je kan denken dat je een land isoleert, maar dat zelfisolatie, kijk maar naar bijvoorbeeld hoe er met het internet wordt omgegaan, vaak meer een doel dient voor de regering daar dan het belang van de bevolking. Ja, laatste. Ja. Die welke test kunnen doorstaan, sorry? Oké. Okay. De vraag is, er is een toenemende vraag naar propagandabots en of ik dat terugzie. Ik denk niet dat ik zelf in detail kan analyseren hoe dat werkt. Puur omdat ik daar niet, ik ben geen onderzoeker, ik heb niet een staf van mensen die daar naar kunnen kijken. Maar ik zie wel dat informatieoorlog in bijna elk conflict, kijk naar, maar recent naar Oekraïne, heel erg belangrijk is. En ik denk dat de discussie te vaak gaat om is er vrije meningsuiting of niet, bij wijze van spreken. En veel te weinig wordt gekeken naar vrijheid na meningsuiting. Dus gewoon of mensen later nog worden gearresteerd omdat ze iets hebben gezegd. Dus niet alleen of er censuur is of niet, maar ook wat er met mensen gebeurt die iets zeggen of hoeveel zelfcensuur er eigenlijk is. Dat is in een land als Iran bijvoorbeeld gigantisch, ondanks alle systeemcensuur ook nog. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk thema is om beter naar te kijken. Ja, omdat de vraag, ook al door de dominantie van bepaalde zoekmachines, naar welk blik we eigenlijk hebben op nieuws, de realiteit, om het even wat abstracter te maken, toch al een hele urgente is. Onderzoek heeft uitgewezen dat een kleine verandering in algoritme ook al de hele uitkomst van verkiezingen kan veranderen. Gewoon puur nieuws over welke kandidaat komt eerst en als dat dan steeds gebeurt, dan wordt die kandidaat zichtbaarder of bijvoorbeeld als positieve berichten over die persoon steeds bovenaan staan. Dan krijg je een self-fulfilling prophecy, omdat dat de bedoeling is van een heleboel businessmodellen. En verder weten we natuurlijk van, heb ik zelf aan de lijve ondervonden in discussies over bepaalde landen, Bahrein, Turkije, dat je wordt overspoeld door zogenaamde trollen.
En ik weet dan niet altijd of dat mensen zijn of dat het ook systemen zijn. Maar ik heb het zelf ook ervaren. Maar het zou heel, wat mij betreft, als iemand daar studie naar doet, stuur het alsjeblieft naar me toe. Zou ik heel interessant vinden. Maar ik kan niet zo goed genoeg wetenschappelijk antwoord geven op stijging of niet. Maar ik ben ervan overtuigd, omdat informatieregulering, dus toegang daartoe, maar ook sturing, altijd al een van de machtigste middelen in handen van regeringen, maar ook andere spelers is geweest. Dus enerzijds is er niks nieuws onder de zon. We weten dat regeringen altijd publieke opinie proberen te beïnvloeden. Overigens, en dat merk je zeker na een bezoek in Iran, gaat het wel veel makkelijker op het moment dat je echt volledig controle hebt over het internet. Ik had echt het idee dat ik weer boven water kwam, zeg maar. Doordat ik gewoon weer alle media kon lezen. Dus technologie heeft een aantal doelen die zo oud zijn als de wereld. Veel sneller, goedkoper, grootschaliger en eenvoudiger gemaakt. En daarom is het er toch wel echt een omkeer zichtbaar. Dus kun je niet zeggen, inlichtingen verzamelen, iedereen doet het. Dus business as usual, dat is niet waar. Je ziet dat technologie heel duidelijk een schaalvergroting heeft gecreëerd. En een wereldwijde impact die voor een volledig andere discussie moet zorgen. Maar die discussie is wat mij betreft nog lang niet op het niveau en op de urgentie waar die moet zijn.